3, 2, 1. Met de onthulling van het naambord door burgemeester Delissen en gouverneur Bovens is woensdag het nieuwe gemeentehuis van Pelermaas officieel geopend. Alle partijen die een bijdrage hebben geleverd bij de nieuwbouw waren aanwezig. Vandaag zijn we weer ingekomen voor de opening van het huis van de gemeente. En dit keer komt er zelfs een hele openingsweek aan de pas en ook nog eens een open dag aanstaande zaterdag. De vernieuwingsgang gaat gepaard met zelfsturing van de vele kernen die Pelermaas rijk is. Burgerparticipatie staat hoog in het vaandel bij dit gemeentebestuur en bij de bevolking van deze gemeente. Experts uit de bevolking worden gevraagd om mee te praten over de toekomst van thema's zoals sport, bewegen, onderwijs, recreatie, gebiedsontwikkeling. En elk raadsvoorstel dient vooraf met burgers besproken te zijn. Kernen en buurtschappen vormen als het ware de broedplaats van vele beleidsinitiatieven. Voor het zover is, wordt vandaag weer een nieuw hoofdstuk aan de recente geschiedenis van de gemeente Peel en Maas toegevoegd, zo dadelijk met de opening van dit gebouw. En tot die tijd vraag ik u nog als dag voor uw aandacht en heel veel plezier en ook wel heel veel kracht met dit nieuwe gebouw, het nieuwe hart van de gemeente Peel en Maas. Wat zeg ik? Van een van de kernen van Peel en Maas, want de kracht zit in alle kernen zelf. Dank u. De aanloop naar een gezamenlijke huisvesting was een complex proces in 2009. Met ook nog de daadwerkelijke samenvoeging van de vier gemeenten voor de deur. Even pas op de plaats was toen verstandig. En onder aanvoering van de toenmalige wethouder Geert Segers is de draad weer opgepakt. En we zijn Geert dankbaar dat hij de huisvesting politiek op de agenda heeft gekregen. We zijn er in 2012 zeg maar echt goed aan begonnen. En ik moet zeggen, het is fantastisch om te zien hoe de architect erin geslaagd is om het oude gebouw mooi in te vlechten in het nieuwe gebouw. Je ziet nauwelijks waar het oude gebouw begint en waar het nieuwe begint en het oude eindigt, zou je kunnen zeggen. Met name de hout en de kleuren brengen het gebouw heel mooi samen. Ik ben er heel trots op, ik vind het ontzettend mooi. En het meubilair, zoals je ziet, allemaal geproduceerd door lokale ondernemers. Het past ook allemaal perfect, het zou ervoor gemaakt kunnen zijn. Denkt u nog wel eens terug in die tijd van toen? Nou ja, natuurlijk op het moment als dit denk je daar zeker aan terug. En ik moet zeggen, kijk, het spoor, de spoorwegen hebben ooit eens bij de aanleg van de HSL een bord langs de autoweg gehad staan. Zonder dwarsliggers geen spoor. En ik moest daar vanmiddag aan denken. Want weet je, dit hadden we natuurlijk nooit zo voor elkaar gekregen als niet al die mensen ons een beetje uit de lucht geplukt hadden. Ik zei, jongens, even met de benen op de grond, doe het dan maar gewoon. Kan ook heel eenvoudig. En je ziet wat er gebeurd is. Het is echt fantastisch. Ik ben er nogmaals heel trots op. En ik denk dat de hele gemeente er trots op kan zijn. Het is een mooi gemeentehuis, huis van de gemeente geworden. Het concept lag er in 2012. Maar gaf veel weerstand in onze samenleving. Een groep inwoners organiseerde zich en haalde 12.500 handtekeningen op om geen 18,7 miljoen uit te geven. Ons werd een spiegel voorgehouden en daar hebben we met z'n allen serieus ingekeken. We zijn de dialoog aangegaan. Toenmalig wethouder Marloes Apsil heeft de handschoen opgepakt en is met veel burgers in gesprek gegaan en er ontstond een nieuw plan. Deze inwoners, de werkgroep, waren voor ons een belangrijke klankbord. Vele inspirerende huiskamergesprekken zijn gevoerd en tenslotte werd het aangepaste plan met breed applaus begroet. En daarvoor zijn we Marloes en de werkgroep erkentelijk. Was het zoals u dacht dat het zou worden? Ja, het is eigenlijk nog mooier. Het is, ik ben er echt trots op. Het is hartstikke mooi geworden. En het mooie is ook dat er vanuit weerstand, samen met andere mensen, nou dan toch dit tot stand kan komen. Ja. In het samenspel met aannemer en leveranciers en in het meenemen van bestuur en organisatie is Jan Plompen fier overeind gebleven. En heeft hij op een voortreffelijke manier leiding gegeven aan de ideeën, ontwikkeling en daadwerkelijke realisatie van het huis. Een prestatie van formaat. Jan, chapeau. Het was een hartstikke lastig punt op dat moment.
We hadden heel veel weerstand vanuit de bevolking tegen het bedrag. Maar in de huiskamergesprekken bleek al heel snel, het was niet alleen het bedrag. Het gaat ook over hergebruik, het gaat over waarden als van, als je je euro dan investeert, dan het liefst met lokale ondernemers. Nou, allerlei onderdelen. En het is wel gelukt om dat te doen. En dat is mooi, ja. De verbouwing heeft ruim een jaar geduurd en is uitgevoerd naar een ontwerp van architectenbureau De Twee Snoeken. Mat Korsten, initiatiefnemer van de actiegroep tegen de 18 miljoen verbouwing van het gemeentehuis, sprak ook tijdens de opening. Uiteindelijk werden de kosten bijgesteld naar 13,7 miljoen euro. De actiegroep bood de burgemeester een geschenk aan. Daarna werd het nieuwe beeld voor de ingang van het gemeentehuis onthuld. Het kunstwerk van Anne Hermans uit Maasbree heeft de titel De Dialoog. Er zijn ontzettend veel mooie reacties voorbij gekomen ook. En het was al heel erg druk. Het is de hele week overigens al druk. Zaterdag natuurlijk de open dag. Maar je zag ook de hele week al mensen die een kijkje komen nemen. En gisteren was het natuurlijk wel heel erg druk ook. Mensen zijn enthousiast. Het voelt ook vriendelijk. Dat is ook wat je terughoort. Het is een vriendelijk, laagdrempelig gebouw. En dat is eigenlijk ook wat we met z'n allen bedacht hebben. En waar het huis van de gemeente ook voor de komende 20 jaar aan moet voldoen. Dat mensen ontmoeten en dat mensen hier met elkaar werken samen aan die mooie gemeente Peerlemaas. Bij de ingang van het gemeentehuis hangen foto's gemaakt door lokale amateurfotografen. Het hoogtepunt, dat was eigenlijk hier voor de hal is het. Dat is een hele grote foto. Eigenlijk een binnenpanorama gemaakt. Dat is voor mij een hele hoogtepunt. Dat was ook een hele mooie foto. Heeft u een hoogtepunt, uw mooiste foto? Raadzaal. Prachtig, prachtig lokaal. Ja. Heel mooi. Staat namelijk ook op de foto daar. Naast de huisvesting van ambtenaren en servicebalies van de gemeente zelf is er ruimte voor de openbare bibliotheek en voor servicebalies van bijvoorbeeld Vorkmeer. Bij de verbouwing heeft de gemeente veel lokale ondernemers ingeschakeld. Zo werden er zonnepanelen van regio-servers op het dak geplaatst. Nou, dit concept van duurzaamheid is voor ons wel belangrijk, want wij hebben hier namelijk een samenwerking met jongen aannemersbedrijf en Homei, de installateur, hebben wij samen de zonnepanelen mogen voorzien, leveren, installeren, aansluiten en in bedrijf mogen stellen. Dus voor ons is dit wel weer een uniek project wat wij hier in Peerlemaas hebben neergezet in het kader van duurzaamheid met zonnepanelen. Zaterdag vindt van 10 tot 5 een open dag plaats. En nou, ik ben er vast van overtuigd dat er duizenden mensen een kijkje gaan nemen. En zijn allemaal van harte welkom. En we zullen ze met open armen ontvangen.